is super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Sims 4 aflevering. Heb je er weer zin in? Druk alvast op het duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. Want er zijn nog steeds heel veel mensen niet geabonneerd die de serie wel volgen. En ik zou het super tof vinden om ooit nog de 100.000 abonnees te halen. Dus vergeet je zeker niet te abonneren. Dit is Amy en ja, het valt je misschien wel op dat ze er een beetje anders uitziet. Ik heb er even een nieuwe outfit gegeven en dat is dus dit. Ik dacht leuk met een staart in, want dat vond ik er eigenlijk wel heel goed staan. Ze heeft een super mooi gezicht, dus de gezicht komt nu nog beter uit. En het is ook weer iets volwassener. Het is iets minder tienerstijl, want een aantal van haar vorige outfits waren nog best wel, ja, een beetje tienerachtig. Nu is het iets meer jongvolwassenachtig. Ik heb ook nog deze gemaakt. Ja, ik twijfel er nog een beetje over. Het is ook niet echt Amy, want het heeft heel weinig kleur. En nu met de zwangere buik is het sowieso een beetje lastig om te zien. Maar het is wel een mooie, nette, volwassen outfit, zeg maar. Dus misschien hou ik hem wel. Misschien pas ik het ook nog aan, ik weet het niet. En dan heb ik nog deze. Vind ik ook wel heel leuk. Alleen met de buik ziet het er echt niet uit, dit jasje. Dus dat is een beetje jammer. We moeten dat maar even goed bekijken als ze dadelijk niet meer zwanger is. Maar ja, deze outfit die vond ik wel heel mooi staan met de zwangere buik. Maar ik zag ook een aantal reacties van mensen die zeiden, Bo, kleed haar gewoon volwassen aan. Doe de haar kort. Dat vond ik ook een beetje overdreven, want ja, ze heeft dan wel kinderen, maar ze is nog steeds gewoon een jongvolwassene. En Show trouwens ook, die is ook jongvolwassene. En ja, dan hoef je er natuurlijk niet helemaal als een oma uit te zien met je haar kort, ik bedoel. Het is niet zo, zodra je volwassen bent, dat dat moet of zo. Ik ben zelf ook een jongvolwassene. Nou ja, ik ga dat natuurlijk ook niet doen. Dus nee, ik vind dit wel gewoon een geschikte outfit voor een jongvolwassene. En wat betreft Show, ja, die heeft ook wel gewoon goede outfits voor jongvolwassenen. Ik weet niet wanneer hij volwassen wordt. Oh, dat duurt ook nog wel eventjes. Volgens mij is hij letterlijk net zo oud als Amy. Ja, echt precies hetzelfde. Dus ze worden allebei over 14 dagen volwassenen. Nou, dat is wel grappig. Ik zou nog even zijn stamboom bekijken. Oh, nou, er staat helemaal niks. Had ik ook wel verwacht eigenlijk, maar goed. Show is dus lekker bezig met gamen. Wat speelt hij? Oh, dit lijkt... Het lijkt op The Sims 3 Medieval. Kennen jullie dat nog? Dat was toen een Medieval pak van The Sims 3. En het lijkt hier heel erg op. En dan kon je dus, ja, allemaal dit soort dingen doen. Dat is echt grappig eigenlijk. Maar ik weet niet of dit het is. Nee, ik denk het niet. Het lijkt er wel heel erg op. Nou, het is heel slecht weer. Ja, ik had wel een heel leuk idee voor vandaag. Want ik heb de kleine kampeerderskit. En ik dacht, we kunnen met Josie dan even leuk buiten kamperen. Dan kan ze wat vrienden uitnodigen. Ja, die heeft ze nog niet echt. Maar die heeft ze nu op school wel een beetje gemaakt. Dan kunnen we ze leren kennen. Weet je, dat, daar begint het natuurlijk mee. Ze stinken naar school gaan. Dat is ook niet heel leuk. En wat betreft haar meesterwerk dat Amy heeft geschilderd. Dat is natuurlijk deze. Een aantal van jullie zeiden dat het niet meer waard wordt. Ik denk het eerlijk gezegd ook niet. Maar ik kon het wel op Foxy plaatsen. En dan hopen dat ik er meer voor zou krijgen. Nou, ik vind het een beetje spannend om dat nu te doen. Omdat ik het niet, ja, niet weet of ik er echt meer voor ga krijgen. Ik denk dat ik ook minder kan krijgen. Maar ik heb hier nog een schilderij. Ja, van een figuur of zo. Ik weet niet wanneer ze die heeft gemaakt. Maar goed, daar krijgen we ook aardig wat geld voor. De kwaliteit is uitstekend. Dus ik wil met dit schilderij het even proberen om het op Foxy te plaatsen. Oké, het staat erop. Foxy is dus zeg maar een soort marktplaats. Dat krijg je bij het uitgebreid breienpakket volgens mij. Kan ik het nu ook nog ergens bijhouden? Ik gebruik Foxy eigenlijk bijna nooit. Nou, ik weet niet helemaal waar ik het nou terug kan vinden. Ik dacht dat er wel iets was op je telefoon of zo. Waarbij je dus op Foxy kon kijken en er ook dingen kon kopen. Er staat me iets van bij, maar ik kan het helemaal niet vinden. En ook niet op de computer. Oh, jawel, hier, door Foxy bladeren. Ik zit gewoon helemaal niet op te letten. Ja, dit is dus Foxy. En daar kan je dus nu dingen op kopen. Ja, zoals op Marktplaats. Maar ik kan denk ik niet zien hoe het er met mijn schilderij voor staat. Ik denk dat ik vanzelf een melding ervan krijg. Dus we wachten dat wel gewoon af. Oh my god! Amy heeft weer een meesterwerk geschilderd. Nog meer geld. Oh, maar deze is ook wel mooi geworden. Die zouden we ook nog wel gewoon kunnen ophangen. Oké, maar blijkbaar zijn meesterwerken dus niet zo bijzonder. Want ze heeft er nu al twee geschilderd in twee afleveringen tijd. Ja, of Amy is gewoon echt een natuurtalent in het schilderen. Oh, Show die houdt van computergames. Ja, nee, dat lijkt me logisch. Waarom had hij dat überhaupt nog niet? Dat game als hobby. Maar goed, nou, nu heeft hij het dus wel. Hier, Amy heeft pas niveau 7 van schilderen. Nou ja, dat is natuurlijk wel goed. Maar het is niet niveau 10 of zo. Je zou verwachten dat je dan heel veel meesterwerken schildert. Maar zij doet het nu al. Dus ik denk dat ze best wel een natuurtalent is. Wat ik ook even wil doen, is haar registreren bij het ministerie van Arbeid. Ze wordt dus een zelfstandig ondernemer.
En ze gaat zich even melden dat ze dus wel werk heeft, maar dat ze gewoon voor zichzelf werkt. Registreer je carrière. Nou, Amy is een schilder of kunstenaar. Ik vind kunstenaar wat mooier klinken. De beschrijving. Maakt schilderijen en verkoopt deze door aan particuliere of kunstinstanties. Nou, heb ik dat even duur netjes verwoord? Het moet natuurlijk wel een beetje zakelijker staan. Oké, dus dat is geregistreerd. Ik weet niet waarom het hier nog niet verschijnt. Hé, maar dit weer is echt niet leuk. Ik heb een heel leuk plan om te kamperen, maar dan hebben we echt beter weer nodig. Misschien dat ik even dat weerding kan kopen. Want je hebt dus een apparaat. Voor als je het niet wist, weet je dit ook gelijk. Het is best wel handig. Je hebt een apparaat waarmee je dus het weer zeg maar kan veranderen. Oh, hier. Dr. Harma's weerbesturing. Nou, nu werkt het niet altijd. Maar we gaan het gewoon proberen. Eeuw, er komt ook allemaal modder. Heel smerig. Huidig weer veranderen. Ik wil dat het helder of heet. Nou, ik wil gewoon dat het helder wordt. Ja, ik wil gewoon klaar zijn met deze regen en onweer. Dat schrikt me elke keer dood. Waarom liggen hier kleren? Ze zijn kletsnat. Nee, dat begrijp ik. Maar dat is ook niet de bedoeling. We hebben trouwens geen droger. We hebben alleen een wasmachine. Dus misschien dat het niet helemaal goed gaat. We kunnen ze toch hier aan hangen? Oh nee, ik kan blijkbaar niet. Oké, Amy is bezig. Ik hoop dat ze een beetje weet hoe dit werkt. Heb je hier nog een niveau voor nodig of zo? Ik weet het niet. Oh, Show heeft ook heel veel volgers op social media. Nou ja, 1200 is niet heel veel, maar het is wel iets. Show is klaar met zijn livestream sessie. Hij heeft 0 dollar verdiend. En nu wel 300 fans. Oké, hij heeft dus net gelivestreamd, maar heel kort blijkbaar. Want hij stopte gelijk weer. En even kijken. Oh ja, het is gelukt. De weerregelaar heeft het weer veranderd in heldere lucht. Thank you, Amy. Je hebt het opgelost. Als het goed is, gaat het nu een beetje stoppen met regenen. Het ziet er nog niet zo naar uit, maar we wachten het wel even af. Maar kijk, Show die kan dus ook livestreamen en daarmee kan hij ook roem verdienen. Dus het is wel leuk als Show zeg maar een bekende streamer wordt. We kunnen dat doen op dit laptopje. Dat is wel een beetje stom. Ik bedoel, dat streamt helemaal niet fijn. Hij moet natuurlijk gewoon een echte computer hebben. En we gaan ook nog verhuizen, alleen ik wil dat pas doen als het kindje geboren is. Tot die tijd blijven we nog even hier wonen. En kijk, oh, het is zonnig. Oh my god, thanks Amy. Je hebt het gewoon helemaal gefixt. Oh, en Josie die wil gelijk een klasgenootje uitnodigen. Vee. Nou, tuurlijk mag Vee langskomen. Josie moet wel eventjes echt in de douche, want dit is natuurlijk super smerig. En dan gaan we even de tuin voorbereiden voor het kampeerfeest. Daar heb ik wel heel veel zin in. En ik ga dat ene meesterwerk verkopen. Oh, trouwens, ik kan hier gewoon zien hoe het met dat schilderij gaat. Oh, ik krijg biedingen. Oké, nou dan kan ik dus hier dat bijhouden. Ik ga dit schilderij met die giraffen, die ga ik denk ik gewoon verkopen. Moet ik hem dan eerst ophangen of zo? Ja, die verkoop ik gewoon aan de kunstgalerie. Dan krijgen we ook weer roem en geld. En dat is goed, want ik wil dat Amy een bekende kunstenaar wordt. En Show een bekende livestreamer. Nou, is dat even een leuk doel? Ik heb er helemaal zin in. Zo, Amy die heeft het verkocht. Hebben we nu gelijk ook veel roem erbij. Mwah, we zijn wel iets over de helft, maar het kan beter. Maar Vee Landgraaf, die is hier. Dat is dus een meisje die ze op school heeft ontmoet. En nou, laten we daar dan maar eventjes gewoon mee gaan spelen en gezellig doen. Misschien is het wel een leuke beste vriendin voor altijd voor haar. Oh, ik dacht Josie die voelt zich verbitterd door Vee. Maar dat is niet zo, dat voelt ze door Show. Nou, dat is weer een lekker begin. Amy die gaat even lekker wat avondeten klaarmaken. Het is pas 4 uur, maar goed. Oh, Ethan belt, wil bijkletsen. We hebben vorige keer ook al bijgekletsen en nu heb ik even geen tijd. Show die wordt ook gebeld. Oh my god, het is Bess Sterling. Oh, dat is de vrouw die vreemd ging met de vader van Amy. Bess vraagt of ze 1000 simdollars mag hebben om te investeren in haar bedrijf. Kijk, we kunnen 1000 simdollar missen, want we hebben nu best wel veel geld door Show. En Amy en Show verdienen allebei ook best wel veel. Dus we kunnen het missen. Weet je, ik doe het gewoon. Wat hebben we te verliezen? Nou ja, $1000. Maar goed. Bedankt Show. Op jou kan ik altijd rekenen. Oh, Show die gaat ook werken ineens. Oké, dan ga ik eventjes beginnen aan de tuin. Nou, dit ding kunnen we weer verkopen. Hebben we niet meer nodig. Kijk, hier hebben we alle items van het kampeerders kit. Ik ben heel erg benieuwd. Het lijkt me wel heel erg leuk om dit te doen. We kunnen dus zo'n tentje neerzetten. Ah, kijk nou. Geweldig, wat leuk. Nou, dit is toch te cute. Moet je kijken, al die kleurtjes ook. Ik vind het helemaal leuk. Nou, we gaan hier even lekker kamperen.
En we kunnen dan ook een tv-projector neerzetten. Kijk nou. Oh, wat leuk. Dit is dus een soort bioscoopscherm, kunnen we het eigenlijk wel noemen. Ik zit even te kijken hoe ik het ga neerzetten allemaal. Ja, ik denk gewoon zo. Het is natuurlijk ook maar tijdelijk. En hebben we als goed is ook hier een heel groot kleed. Nou ja, heel groot is hij ook weer niet. Maar wel groot genoeg. Oh, wat leuk dit kleurtje dat het zo overloopt. Heel leuk. Oh, dan hebben we ook in het blauw. Maar ik vind dit patroontje eigenlijk ook wel heel erg schattig. Even kijken. En wat hebben we dan allemaal nog meer? We hebben hier een potje vol vuurvliegjes. Oké, dat is schattig. Die kunnen we wel eventjes hier neerzetten. Dan krijgen we denk ik leuk licht. Het gaat er straks natuurlijk wel leuker uitzien als het donker is. Hier hebben we ook een lamp. Als het goed is kunnen we hier... Ja, hier moeten we dan... de bedden en zo inzetten, zodat we echt een kampeerplekje, zeg maar, hebben. Kijk, zo doen we dat dus. Ik zet dan 3 bedden neer. Dan kunnen we 3 kinderen uitnodigen. Nou ja, we kunnen er wel meer uitnodigen, maar dan kunnen er 3 blijven slapen. Ik hoop dat dit niet te dicht op elkaar staat. Ik heb zo'n gevoel van wel, weet je, ik doe het wel eventjes voor de zekerheid zo. Dan kijken we daarna wel. We hebben hier ook een heel leuk, schattig monster. Nou, die gaat er natuurlijk ook even bij. Vinden we in het bruin ook wel leuk. Ja, ik doe hem zo lekker in het bruin. Weer ook een poppenhuis. Oh, dit is echt een heel leuk poppenhuis. Ja, het is wel allemaal heel groot. Dus ik heb niet heel veel plek meer over. Want we hebben ook nog dus een hele leuke schommel. Kijk nou. Geweldig. Maar ja, dat gaat allemaal niet passen. Dus ik moet een beetje keuzes maken. Want we hebben ook nog een vuurkorf. Volgens mij kunnen we dan marshmallows roosteren. Nou, dat wil ik natuurlijk. Dus dan moet ik dat misschien maar even neerzetten. Ik weet niet of ze op dit kleed gaan zitten. Ik denk het niet. Dus ik denk dat ik nog iets van een stoel moet neerzetten. Ik zie hier een tijdelijke stoel. En hier ook zo'n opklapstoel. Zo, ik heb hier een paar van die krukjes neergezet. En één zo'n normale stoel, zeg maar. Ik weet niet of ik rond het kampvuur nog stoelen kan zetten. Oh ja, dat kan zeker. Ik zie dat we hier ook nog een knutseltafel hebben of zo. Oh, wat leuk. Ja, dit is wel echt een leuke kit. Sommige kits die zijn een beetje moi, maar deze is wel echt heel erg leuk. En ook echt hele leuke items. Ik heb een paar van die vuurvliegdingen neergezet. Je hebt hier ook nog van die lichtsnoeren, maar dat kan ik nergens echt... aanhangen. Dus ik doe het gewoon eventjes zo. Nou, dit ziet er toch echt gewoon te schattig uit. Helemaal leuk. Ik hoop dat het ook gaat lukken met de marshmallows op deze manier. Oh, ik ben nog iets vergeten. Want je hebt ook nog van die kussentjes hier, zoals je ziet. Ik weet niet of je daar ook op kan zitten. Dat zal wel heel erg leuk zijn. Ik zet er gewoon even eentje neer. Even een leuk kleurtje. Oh, dit is wel heel erg leuk. En de s'mores was ik nog vergeten. Oftewel de marshmallows, zeg maar. Die wilde ik hierop zetten. Kijk, en dan kunnen de kinderen dat hier gaan... hoe noem je dat? Braden of zo. Oh, Josie die komt even wat vragen. Iemand zei dat modder eten niet erg was, maar iemand anders zei juist dat je er dood van kon gaan. Is het erg om modder te eten? Modder eten is echt heel ongezond. Ja, nee, dat is natuurlijk niet normaal. Je weet nooit wat er in de grond zit. Oh, dit kind heeft de computer alweer ingenomen. Nou, ik wilde net dat gaan doen. De computer vergrendelen voor iedereen behalve het huishouden. Maar kijk even hoe schattig dit eruit ziet. Dit is toch gewoon te leuk. Dit wil je toch gewoon als kind? Dat had ik echt leuk gevonden als kind. Zo'n tuinfeestje en dan echt met zo'n tent. Ja, ik wou dat ik dat had meegemaakt. Maar we kunnen het in de Sims nog meemaken. Ik moet dan wel eventjes nog wat andere kinderen ook uitnodigen. Want ze kenden nog 2 kinderen. Ja, Erika en Wieger. Nou, dan nodig ik die nog even uit. En dan heeft ze 3 kinderen. Ja, ze is er nog niet op bevriend mee. Maar goed, die moet ze dan maar eventjes gewoon leren kennen. Iedereen komt langs. Nou, dat is heel erg gezellig. We moeten denk ik ook het vuur ontsteken. Ik denk dat Amy dat moet doen. Ja, dat moet natuurlijk een volwassene doen. Hier is al het eerste kind. Oh, Show die krijgt iets. Er wordt een e-sports toernooi gehouden. En Show zoekt iets dat hem een competitieve voorsprong kan geven. Bij het lezen van de regels ziet hij dat er 1 sponsor is die alle computerhardware voor het evenement levert. Maar er staat niet bij dat het verboden is je eigen spullen te gebruiken. Als hij de muis van de sponsor loskoppelt en zijn eigen muis gebruikt, zou dit hem een aanzienlijke voorsprong in de wedstrijd geven. Wat gaat Show doen? Oké, hij kan dus tijdens een e-sports toernooi een andere muis gebruiken, die van zichzelf, die hij meer vertrouwt. Dan wordt hij beroemder, maar hij verliest de reputatie. Of we gebruiken de muis van de sponsor en er gebeurt helemaal niks. Ja, nou ik zei natuurlijk net wel dat ik Show een bekende streamer wil laten worden, dus dan zouden we eigenlijk dit moeten doen, ook al verliest hij reputatie. Ik denk dat ik dit doe. Ik denk dat de reputatie kunnen we wel weer omhoog halen. Toch? Oh, hij is meteen een opvallende nieuweling.
Oh my god, de show die wordt echt beroemd. Oké, dat is leuk. Oh, we hebben echt een slechte reputatie. Oh my god, ja, ze waren er dus echt niet blij mee dat hij dat heeft gedaan. Maar hij heeft geen regels overtreden. Dus ze moesten hem wel... Ja, hij heeft daardoor gewonnen. Maar is het echt zo erg geworden? Wacht, ik moet natuurlijk bij show kijken. Is het echt zo erg geworden? Oh nee, het valt wel mee. Er is een klein beetje bijgekomen. Nou, dit was al in het rood. Maar hij heeft nu al een slechte reputatie. Nee, dat fixen we nog wel. Maar hij is gewoon een opvallende nieuweling. Nu al. Oké, nou dat is top. Hij wordt dus echt een bekende streamer, jongens. Dit wordt leuk. Oh, dan krijgt de serie ineens een hele andere wending. Als Show en Amy dadelijk beroemd worden. Dat had ik helemaal niet gepland. Maar ja, je plant natuurlijk ook niet alles. Sowieso plan je beroemd worden niet. Dat kan je niet plannen. Dat gebeurt. Dus nou, dat gebeurt dan ook. Oké, uitnodigen om te chillen. We gaan eventjes met de kinderen hier, met deze. Ja, die wieger, die past er niet meer bij. Ik heb maar 3 stoelen. Maar het slaapfeestje kan beginnen. Of nee, ja, of het echt een slaapfeestje is, weet ik niet. Ik weet niet of iedereen blijft slapen. Maar dit ziet er wel al heel erg leuk uit. We gaan eventjes marshmallows roosteren natuurlijk. Dat hoort erbij. Nou, ze is al leuk aan het kletsen met Erika en Faye. Dus dat is al goed. Ik hoop dat ze een beetje vriendinnetjes hiermee kan worden. Tot nu toe kan ze het met Faye het beste vinden. Maar ja. Die is er ook al wat langs. Dus dat is ook wel logisch misschien. We gaan straks ook even een leuk filmpje kijken. Ik ben heel benieuwd waar ze dan allemaal gaan zitten. Ik zag net Amy hier al op zitten. Ja, hier kun je uiteraard op zitten. Maar kan je hier ook op zitten? Oh nee, dat kan niet. Jammer. Ik had wel leuk gevonden als je ook hier op kon zitten. Of een soort van zo op kon liggen of zo. Een beetje chillen. Maar dat kan helaas niet. Oh, Wieger die is er ook even bijgekomen, dit kind. Nou, dan ga ik daar ook nog even mee praten. En Josie heeft een lekkere marshmallow geroosterd. Oh, Amy die komt ook even meedoen. Amy, jij bent geen kind meer, hè? Dit is een kinderfeestje. Nou ja, vooruit dan maar. Oh, Amy verbrandt een mond volgens mij. Maar ze heeft wel kookniveau 4 bereikt. Maar het zag er niet echt goed uit. Oh, ze heeft weer zin in zoet eten. Nou, je hebt net een marshmallow op. Het is hartstikke zoet. Nou, Amy die gaat gewoon even lekker naar het nieuws kijken binnen. En de kinderen laten we even lekker hun gang gaan. Die willen ook eventjes lekker alleen zijn, denk ik. Nou, laten we dan maar een filmpje gaan kijken. Met z'n allen. En wat gaan we dan kijken? Ja, ik weet nooit wat een kinderfilm is. Massamoord is geen kinderfilm. Sims der Dood ook niet. Maar ja, wat dan wel? De avonturen van raketsimulatie. Dat klinkt wel als een kinderfilm. Nou, die gaan we dan met alle kinderen lekker kijken op dit grote scherm. Ik ben heel benieuwd ook hoe dit eruit gaat zien verder. Want ik weet ook niet waar de projector staat. Er is geen projector, dus letterlijk alleen een doek. Of is dit de projector? Dat het zo omhoog op het scherm komt. Ik denk het wel, want dat hebben ze nu ook. Oh ja, kijk! Ah, oké, ze gaan allemaal lekker de film bekijken. Ga jij ook nog zitten hier? Je kan hier nog zitten of blijf je staan? Nou, dit ziet er toch wel echt heel leuk uit. Ik vind dit zo gezellig. Het is helemaal, helemaal leuk. Josie die heeft gewoon haar allereerste kinderfeestje. Nou, dat is natuurlijk heel leuk. Oh, hij gaat ook eindelijk zitten. En ze is helemaal niet jarig. Ze heeft gewoon een kinderfeestje voor de lol. Nou, dat moet natuurlijk ook gewoon lekker kunnen. Alle kinderen zien er ook nog uit alsof ze het naar hun zin hebben. Maar wie ga ik uitnodigen om te blijven slapen? Dat is nu nog de vraag. Ik denk dat ik Faye ga vragen om te blijven slapen. Omdat ze die ook al had uitgenodigd gelijk naar school. Ik denk dat ze daar het beste mee kan vinden. Ik weet alleen niet of ik dat nu al kan doen. Want ze kennen elkaar nog niet heel erg goed. Show is terug van het werk. En heeft bijna 2000 simdollar verdiend. Nou, daar houden we natuurlijk van. En hij is ook nog gewoon bekend geworden. Hè? Dat is helemaal top. Heeft hij dit gedaan? Nee toch, hij heeft het toen niet omgegooid. Ik hoop het niet voor hem, dat zou echt heel erg raar zijn. Nou, ruim de boel maar wel even op. Nou, Amy en Show zitten even lekker samen op de bank. Eventjes de dag doorspreken, hoe het allemaal op zijn werk was. Dat kunnen we vast wel even aan hem vragen. Ja, hier, vragen hoe zijn dag was. Nou, volgens mij had hij wel een goede dag, want hij is beroemd geworden. Oh, één kind is al vertrokken. Ik denk dat dat, ik vergeet elke keer de naam. Maar die Faye, die is er nog, dus die andere is vertrokken. Oh, Wieger, die gaat er nu ook vandoor. Nou, dan moeten we wel eventjes zorgen dat Faye hier blijft. Want ik wil wel nog iemand hebben om mee te logeren. Oké, ik kan wel even blijven hangen. Oké, Faye die blijft nog. Maar ik heb er nog niet officieel uitgenodigd om te logeren. Maar ik denk dat het ook niet kan. Oh, we kunnen ook even over de film praten. Dat is wel leuk. Nou, ze worden nu wel echt een beetje goede vriendinnen al. Dus het gaat best wel snel. Ze kunnen het echt goed met elkaar vinden. Dat is wel heel erg leuk. Ik weet überhaupt niet of kinderen met elkaar kunnen logeren. Volgens mij wel. Maar volgens mij moet de relatie gewoon veel beter zijn. Oh, lieve Show en Amy. Die hebben ook weer even een romantisch momentje samen. Oh, volop gezoend. En Josie komt net binnen. Ja, het ziet er nu allemaal uit als het perfecte gezinnetje. Gewoon het perfecte... Oh, kijk! Oh, ze wordt er ook echt boos om. Maar Josie werd dus echt gewoon boos toen ze hun zag zoenen. Oh, en ze heeft de wc gesloopt. Nou, die moeten we dan maar meteen weer vervangen. Dit is ook al kapot. Waarom is ineens het hele huis kapot? Dan kan ik ook alles weer opdweilen. Is Faye er nog? Nee! Dit is gesloopt!
Oh my god, ja, omdat het ineens gaat regenen. Nou ja, en dit is ook gesloopt. Waarom kan dit allemaal niet tegen water? Dit staat zelfs onder een tentje. Oké, maar dat is dan ook niet handig. Het pakket is heel leuk, maar ja, zodra het gaat regenen is alles gesloopt. Nou ja, dat is ook wel logisch, maar ik had ergens ook wel verwacht dat het tegen regen zou kunnen. Nou ja, Josie die gaat wel alvast lekker slapen in de tent, natuurlijk. Ik hoop dat zij dan niet nat wordt. Ja, het lijkt me niet, want ze zit in een tent. Maar ja, dit is ook nat geworden, dus het is niet echt handig allemaal. Sho en Amy die liggen ook al op bed, want die zijn echt helemaal kapot. Ik vond het echt een superleuke aflevering. En ik denk dat de volgende keer Amy gaat bevallen. Met dus een keizersnede. Ik ben daar ook heel erg benieuwd naar. En daarna is natuurlijk het middelbare schoolpakket er. Nou jongens, ik heb er helemaal zin in. Hopelijk jullie ook. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doeg!